Welkom bij Nick Academy. We gaan het de komende weken hebben over de Raspberry Pi. Deze computer maakt om kinderen te laten leren programmeren. Als je de Raspberry Pi aansluit, dan zie je dat Scratch en Python er dan al op staan. Dat komt omdat je er dan al mee kan oefenen en dat die echt voor kind gemaakt is en Scratch is leuk voor kinderen. En Python is gewoon dat je dan een oude kind, dat hij dan ook kan leren programmeren, maar dan in Python. Vandaag gaan we het eigenlijk alleen maar hebben over informatie over de Raspberry Pi en over de geschiedenis van een aantal computers. Dat is het eigenlijk. Want dan gaan we de komende les gaan we het wel over iets anders hebben. En gaan we ook echt dingen doen met de Raspberry Pi. Maar 30 jaar geleden hadden we niet zo goede computers als nu. Het enige wat je op het scherm zag als je computer opstartte was een cursor. Dat is knipperend een typstreepje. Je kon er wel spelletjes op spelen, maar geen spelletjes zoals nu. Kijk bijvoorbeeld naar Batman, wat voor verschil het heeft. Je moet het spel intypen met code in je computer en je kon voor de rest nog coden. Ze leerden je eigenlijk vanzelf al programmeren. Een goed voorbeeld van zulke computers zijn de ZX81, de ZX Spectrum, de BBC Micro en de Commodore 64. Daarna kwamen computers uit die er heel anders uitzagen. Meestal had de computer al zoveel mogelijkheden dat de kind helemaal niet meer aan programmeren dacht. Er zijn ook heel weinig computers waar een programmeertaal op staat. Universiteit Cambridge dacht daar anders over. Het aantal studenten aan de computerlessen nam af. Toen hebben de leraren van Cambridge de Raspberry Pi ontwikkeld. In het begin leek de Raspberry Pi een beetje op een USB-stick. Maar het hebben ze veranderd in een groter en sterk moederbordje. De Raspberry Pi draait Raspbian. Een operating system afgeleid van Debian Linux. Het is niet echt een geweldig operating system, maar het is leuk voor kids om erop te programmeren. Wat ook een leuk operating system is voor kids, is Puppy Linux. De meeste operating systems zijn Raspbian, Puppy Linux, AROS, Arch Linux, Debian en RISC OS. De Raspberry Pi kan niet alleen een operating system draaien, hij kan ook een media player draaien genaamd de XBMC. Daar gebruiken veel volwassenen hem voor, alleen hij is eigenlijk om kinderen te leren programmeren. Veel mensen kopen hem ook. Er zijn ondertussen al 1 miljoen verkocht. Het installeren van de Raspberry Pi is sinds de nieuwe installer heel eenvoudig en hier zullen we de volgende les op ingaan. Tot dan!